Zeeuws-Vlaanderen is een vruchtbaar gebied waarop de landbouw in al haar schakeringen weelderig bloeit. Naast de landbouw is het de veeteelt die Zeeuws-Vlaanderen tot een belangrijke streek heeft gemaakt. De paardenfokkerij heeft er zich in het bijzonder ontwikkeld. In de 90er jaren is men hier met de fok van trekpaarden begonnen en het succes was groot. Door de nauwe samenwerking van de verschillende paardenfokverenigingen heeft men een ras kunnen kweken dat tot ver over onze landsgrenzen grote bekendheid geniet. Dit jaar was deze mooie streek van Zeeland uitgekozen voor de traditionele Zeeuwse landbouwdagen, waarop onder andere het beste vee bij elkaar wordt gebracht en gekeurd. Van tevoren worden de dieren flink geroskamd en dan gaan ze naar het tentoonstellingsterrein, keurig opgedoft, net als de mensen. Het stadje Axel was ditmaal het centrum. Natuurlijk trokken de paarden de aandacht, niet alleen van de mannelijke, maar ook van de vrouwelijke bezoekers. Het paard dat alle goede eigenschappen in zich verenigde en kampioen werd, was de bruinschimmelhengst Nico. Bij het defilé van het rundvee zag men eveneens schitterende exemplaren. Een altijd weer imposant gezicht is het voordraven van de paarden in 4 en 8 spannen. De Zeeuwse landbouwdagen geven elk jaar een goede indruk van de ontwikkeling van dit gebied. Binnen afzienbare tijd zal er een nieuw stuk vruchtbare grond aan deze provincie worden toegevoegd.